Yo, nice dat jullie kijken naar mijn tweede vlog. Ik ben voor de eerste keer in mijn leven ben ik een gast geweest op een podcast. Ik heb een t-shirt gekregen. Ben je mega content mee. Dikke merci aan Mindstarters. Vond het mega leuk om te doen. Mega chill. Nice, bro. B-roll volgt ook. We gaan een klein stuk van die podcast ook laten zien op het einde van de video. Dus als je dat wilt zien, blijf zeker kijken. Of kijk, of scroll ineens tot het einde. Maakt niet uit. Bruh. Ja, ook niet gelijk. Oké, fair point. Dat doe ik eens opnieuw. Okay, voor de rest hebben we echt zotte dingen gedaan vandaag. Siemer heeft een salto gedaan van een tafel in een lokaal. We teasen Senna zijn nieuw bedrijf ook in deze video. Wat dat ook spannend is. Hebben we het hier over? Ja, we hebben het exact over. Dus ja. Binnenkort volgen. Ja, genoeg intro, we gaan beginnen aan het filmen. Wat denkt u? Ja, ja. Let's go! Goedemorgen, Mieke. Goedemorgen. Ah, oh, nee. Oh, dat is hier mijn camera. Goed, man. Zeg maar zeker, meneer. Oh. Het is echt te vroeg om nog dit te functioneren. Als het een troost is, Siemer heeft zijn bus ook gemist. Dus die gaan we ook oppikken, hè. Uit, let's go. Bel Siemen Appelsijnen. Ik bel Siemen Appelsijnen mobiel. Allee, dit is juist. Yo, wij zijn er binnen 5 minuutjes. Oké, okay, top. Uit, top man. Tot zo. Joe. Goedemorgen. What? En alles goed, man. Wow. Tegen mijn ouders dat de brugje goed was. Oké, dus de brug was kapot van Emblem. Ik heb een kwartier rondgereden om hem op te pikken. En dus ook een half uur later was ik om hem op te pikken. Dat is oké, Sim. Ja, we doen. Bijna per adoptie weggegeven, maar... Je mocht dat doen, kijk. Nou, het is dan mijn... We got you. Oké, okay. Nu naar school zeker? Ja. Alright. Lekker, Sim. Nee. Klaar voor de schooldag? Nee. Random onderbreking. Als je nog niet gesubscribed bent, ga even subscriben alsjeblieft. Dank u. Kijk maar verder. Wil je volledig skippen? Kom gewoon bij mij zitten, wat denk je? Nee. Nee, bro. Nee, bro. Goedemorgen. Ik heb volgend bij mij. Guess who's back? Spider-Man. Want ik doe zeg maar. Ik ben Spider-Man. Hang tegen de muur. Ja, maar ja. Klim omhoog. Nee, maar ik ben stuntman. Ik ga ook gewoon zo. Hij heeft echt zoveel chance. Chance. Dit ben ik een shot. Kom dan. Ergens afgezet. Het is de video, bro. Ja, inderdaad. In dance race. Oh, ik ben zo stressbewaarder. Wat waren die aan het mompelen tegen de camera? Luxe. Nee. Ja, zijn 2016 blijft. En mijn posé is even naast alle creatie. Of zo. Wat gaan we doen? Allereerst, let op. Zie je zo. Simon, oud. Simon heeft oud. Psych. Legit, we zijn aan het zien waar we gaan eten. Wij hebben honger, wij hebben honger. Panos, Domino's. Allee, jongen, blijf van mijn klaxon. Ik ga Simon, kom, help mij. Nee, jongen, ik ga... Die wil naar Domino's. Domino's is letterlijk 100 meter verder. Die wil niet wandelen. Moet ik er naartoe rijden. Wil maar rijden. Vriend, blijf van die klaxon. Oké. Ik ga lijp worden. Stop! Daar is het gebouw waar de meeting zal plaatsvinden. Yes, het evenement, het ondernemersevenement. Yes, sir! Ik hoop dat je een beetje voorbereid.
Nee, want ik wist eigenlijk niet, niet wat ik moet verwachten. Dus, het gaat vooral over het ondernemerschap eigenlijk. Dan. Ik denk het. Ik heb gezien, mijn stuk zou ongeveer een kwartier zijn of zo. Mm-hmm. Dus ik denk dat ze gaan vragen hoe ik begonnen ben en die dingen. Nee, weet je, ik ga je helpen. We gaan dat iedere keer dat we het woord zeggen, gaan we dat eruit piepen. Dus vanaf dat mensen denken, huh, waarom zeggen die... Die gaan dat niet weten. En dan binnen 2 weken mag je een Instagram account met de naam en drop je gewoon op Instagram, TikTok, overal. Even zoom. Ja. Hallo, mijn naam is Simus Geers. Ik ben van Appelsien. Bij Philly Productions. Misschien binnenkort veranderd komen. En dan heb je ook zinnen van... Ik herhaal. Om samen te vatten, we zijn er dus nu incoming bureau van het evenement. Let's go! Onderbreking nummer 2. 94% van mensen dat deze filmpje waarschijnlijk kijken zijn niet geabonneerd. Verander daarvoor. Of gesubscribed. Ja, abonneer! Gesprek, ja. Als in studeren, ondernemen, gecombineerd gedaan. Ja. Dat is erop gekomen. Ja, zo'n dikke kerel. Ah, sorry. Dus, is een ondernemerslezing bezig. En die zijn vooral klaar. Als die klaar zijn, komen die naar hier. Gaan die zo netwerken op verschillende standjes. En de podcast gaan we daar doen. Dus mensen gewoon kunnen meevolgen en ik kan mij vooral wat vertellen van dat ik probeer te vastleggen, zo goed mogelijk. En gewoon zien dat dat een nice babbel is, hè. Let's go. Vandaag hebben we te gast, Kobe Gerus. Dag Kobe. Kan je jezelf eens even voorstellen? Mijn bedrijf heet Philly Productions, F-I-L-I. En ik doe vooral video, soms foto, vooral voor social media content of iets soort langere video's voor sporting events. Wat projectjes doen, dus voor echt gigantisch belachelijk lage prijs wil ik voor jullie filmpjes maken, een schoolfeest komen filmen, zoiets. Dus dat was eigenlijk mijn eerste echte klant. En dan een bevriende DJ vanuit de richting die vroeg dan, ach, moet eens een avond meekomen, eens even mijn sets filmen. En zo was dat eigenlijk een beetje portfoliowerk gedaan. Dat vaak als student nemen mensen nog niet super serieus als je zoiets wilt starten. Omdat ze denken van, je bent jong, je hebt nog niet super veel ervaring. Maar dan die opleiding erbij gekoppeld doet wel echt enorm veel, vind ik. Omdat je echt leert van mensen die het gewoon allemaal al gedaan hebben of het nog altijd aan het doen zijn. Dus dat is sowieso wel een tip dat ik aan meegeven. Werk gratis, bouw een portfolio uit, zodat je iets hebt om aan mensen te tonen die je wel serieus nemen. En lever dan ook werk af, waardoor ze u serieus kunnen nemen. Yo, yo, Kobe, vertel mij een beetje, wat was het vandaag aan? Ah, ik vond het nice, man. Ik vond het nice. Ik heb juist een podcast gedaan. Dat was echt chill. Dat was de eerste keer dat ik de podcast deed. En allez, als gast dan, want ik heb er al wel gefilmd. Maar dat was echt chill. Het stelde goede vragen. Het was echt leuk, een interessant gesprek. Dus ik vond het maar een kwartier was. Ik had echt wel, ik had het sowieso wel langer willen uitrekken als dat ging. Hey, wakker worden. Zwakke, het is tijd voor uw interview. Hallo! Jezus, dat komt wel een beetje bij mij. Het is tijd voor u. Ah, dat allemaal aan bakjes! Oké, normaal gezien gingen wij direct naar huis. Maar Simon heeft een TikTok-idee, dus we zijn gestopt bij een tankstation om dat even te fixen. Maar dat kan je niet vergeten. Maar even kijken, die nek toch weer. Excuse me, what the actual fuck? Wat is dat? I'm not lucky! Oké, dus we zijn aan het einde van onze dag gekomen. Sender is almost knocked out. We zijn juist bij Simon thuis, we gaan die afzetten. Ik heb me goed geamuseerd, ik heb een t-shirt gekregen. Ook mega gelukkig mee. Nog eens dikke merci aan Maastarters voor de uitnodiging voor op de podcast te komen. Als die dood, ga ik dat ook sowieso posten. Ja, merci voor het kijken en ik zou zeggen tot de volgende. Yo.